Wat gebeurt er met de Mac in Tilted Town? Dit gaat er gebeuren, broeders. Nieuwe poepoe in de game. Behoeders. En bijna 400.000 abonnees. Road to 400k. Abonneer snel. En gebruik code Rudy in de itemshop. Oh, mijn code Rudy is weg. Rudy. Voordat we de nieuwe update gaan checken, wil ik nog even zeggen dat ik de winnaars van de Battle Pass giveaway bekend maak op mijn Instagram stories. Dus check snel mijn Instagram. Doe daar even het fotootje delen van dat je mijn code gebruikt. En tag Rudy meteen. Thank you. Laten we winnen. Solo match seizoen 10. Gaan we deze keer winnen of gaan we door een Mac in de top 3? Dat gaan we deze keer zien. Ik hoop op het beste, please. Maar Tilted Town is nu dus een bla 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 zone. Ik ben de naam kwijt, maar iets met rifts. Het is een zone. Waarschijnlijk gaat iedereen er nu landen, net als vroeger. Ah, ah, dat is wel fijn om te horen, toch? Iedereen weer Tilted. Ah, makker. Nou, is Tilted, zover ik weet, is ook een zone waar je niet kan bouwen en niet kan harvesten. Dat is eigenlijk Loki. Hangt er nou een koelkast in de lucht daar of wat zie ik? Dat is heel verschrikkelijk. Maar wat nou? Als je met een Mac Tilted Town ingaat. Dat wil ik eigenlijk wel even proberen. Maar ik denk dat die gast links op me voor is. Skeer je weg met je helikopter. Nee, kom. Nee, we kunnen ook samen gaan. Maat. Nee. Let's go together. Nee, nee, niet met z'n drieën. Dat kan niet. Laddeloede, laddelie. Ik ben dood. Ik ben zo dead. Oh my god. Ze pakken mijn content af, jongens. Ze stelen mijn content. Ik wilde met de Mac in Tilted gaan. Apoepoe, man. Ja, oké, weet je wat? We gaan maar gewoon Loon Lake. Vind ik ook dikke prima. Maar ik wil wel even deze hebben. Ik dacht dat ik een shield vond. Hier, man. Balen weer. Nou ja, in de trailer werd het in ieder geval zichtbaar dat sommige skins veranderen. Wanneer ze Tilted Town inlopen, dus die Rift Zone. Ik ben benieuwd of dat met elke skin gebeurt en of dat überhaupt gebeurt. Het kan ook gewoon leuk zijn geweest voor de trailer natuurlijk. We gaan het allemaal zien. En mijn ongezouten reactie gaan jullie ook in deze video meemaken. Maar eerst moet ik een wapen hebben. Anders kan ik nooit zegevieren. Spel zegevieren. Z-E-G vieren. 4G? Inderdaad, ja. Top. Tot nu toe heb ik alleen nog maar ammo en een fles met een storm erin. Precies waar ik op hoopte. Oh, nog een utility item. Come on, man. Give me the weapons. Gwamme. Oh, 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 de nieuwe sniper. Die zit ook in de game. Dit is de oude medic sniper, jongens. Hij is pittig scheef en pittig snel. Oké, okay, dat moesten we even testen. Leuk, man. Leuk wapentje. Cool, we hebben eigenlijk de andere primeur in één keer gevonden. Was dit de bedoeling? Nee, ik was hem eigenlijk al vergeten. Maakt het uit? Nee. Nou, een beetje misschien. Laten we even genezen. Cool. Ja, nou ja. Hey, leuk dat je kijkt. Road to 400k, zoals ik zei. Ik ben echt oprecht heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Zo benieuwd dat ik niet uit mijn woorden kom. Wauw. Maar het komt wel goed. Behoeders. Uiteindelijk leer ik praten en word ik een echte jongen. Net als Pinocchio. Eigenlijk heb ik dit. Kak, ik ben zo verleid weer door alle mooie loot. De grijze SMG's noem ik mooie loot. Kunnen we ook nog even die ammo oppakken, Silver Splat, thank you. Bij nader inzien, ik ga wel even mijn SMG droppen voor de shockwaves. Want, zoals ik al eerder zei, je kan dus niet bouwen. Je kan niet harvesten, je kan helemaal niks in een nieuwe Tilted Town. Dus wat dat betreft gaat het heel... Oh, slurp. Heel... Pak hem. Heel handig zijn. Ik neem hem gewoon in, by the way. Heel handig zijn om iets van mobility te hebben. In dit geval dus de shockwave. Kunnen misschien ook het beste erin gaan vanuit boven. Maar ik moet goed voorbereid zijn, want je kan daar dus helemaal niks doen qua verdediging buiten wegrennen. Maar je weet hoe snel je doodgaat als je niet gaat bouwen. Ik bedoel, dat is Fortnite in de notendop. Je moet gewoon bouwen. Bouwen is Fortnite. Fortnite is bouwen. Let's yeet. Ja, yeet. Zie ik nog ergens handige loot? Ga ik super scheef naar de... Yep, compleet mis. Is hier nog een kindje? Nee, helemaal niks. Oh, dat ziet er niet goed uit. Hmm. Op zich wil ik ook wel een kill op 25. Dus als we even hier de nieuwe sniper kunnen testen, ben ik op zich ook wel tevreden. Pap, 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 pap. Pap, pap, pap. Laten we hem even reloaden. Hij zit daar niet meer. Pap, pap. Pap, pap, pap. Nee, maar eerlijk. Ik wilde even de sniper testen. Hij deed op zich wel damage, maar... Ja, mensen gaan te snel reageren. Dat is een probleem. Wow. Dat is een probleem. Oh, daar komt weer iemand aan. Oh,
dat is niet wat ik wil. Jee, nee, die moet volgens mij zijn. Hop, bap, 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 bap. Bap, 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 bap. Zomaar kapot. Zomaar helemaal kapot. Ik denk dat het een enemy was. Het klonk niet als een Mac in het begin. Ah. Nou, volgens mij is het bijna kapot, maar... Weet je wat? Laten we voor het idee... Gewoon even in de Mac zitten. Ja, juist. En voor het idee bedoel ik... Wow, dit gaat zo ver. Ik wil bouwmats hebben. Give me that build. Ook al heb ik er helemaal niks aan in Tiltetown. Tiltetown is wel veilig, dat scheelt. Ja, juist. Ik hou al van looten met een Mac. Met een Brute, sorry. Ik zal het voortaan een Brute noemen. De Brute Moedadada. Oké. Kistjes. Laat me gewoon kistjes. Oh, oh. Oh, wat doen we nu? Oh. Nou, shockwave, sorry. Ja, eigenlijk wil ik die sniper helemaal niet meenemen, maar het is een nieuw item, dus we moeten eigenlijk nog even leuk doen mee. Bam! Wop! Ja, dit duurt eigenlijk best wel langs in je eentje. Ik zie mensen daar ook lekker skieten. Huts! Skibab, skiboep, skibam! Wat gebeurt er met de Mac in Tilted Town? Dit gaat er gebeuren, broeders! Broeders? Ik zit erin! Er gebeurt helemaal niks! Wie had dit verwacht? Nobody saw this coming. Wabam! Oh, je kan niks harvesten, dus ook niks slopen. Oh. Dat is ongemakkelijk. Dat is ook niet met raketten en alles. Oh nee, gaat elke plek nou zo zijn? Oké, ik hoor mensen. En ik zie chuck splashes. Wow! Welcome to Tilted Town. No building, no breaking. Oké, wel geinig dat er van die regels zijn dan. I guess. Dat is wel leuk. Nou ja, hier zijn alleen geen mensen. Ja, jeet. Hallo. Wel veel loot nog. Oh, dat is denk ik een verse fight. Ja. Jeet. Bye. Oh, ik hoop op een gratis kill. What the freak. Nou ja, hij was wel een soort van gratis. Nou ja. Ja, weet je, dat hebben we ook gewoon weer gedaan, hè. Easy kill, max en OP. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dat wisten jullie natuurlijk ook al lang. Ah, hij heeft ook de nieuwe sniper primeur. Cool. Jij en ik beide. Daarachter zat er nog één. Dat weet ik wel 100% zeker. Maar ik weet niet precies waar. Nou, Mac, dat jij nog leeft, joh. Wauw. Niet verwacht. Ik denk dat ik er gewoon in yeet en dan de Mac achterlaat. Want ik zie daar een launchpad. Voor de bouwmets. Oké, hier laat ik je achter, maat. Het is als me een genoegen. Maar het is tijd om verder te gaan. Oh, daarom. Piepapoe, papiepapoe. Oké, die sniper die schiet wel heel lekker qua geluid. Eerlijk. Ja, het is solo's. Ik moet even wennen. Ik word eigenlijk sowieso weer compleet in mijn rug genaaid. De scope is wel gaar. Oké, 35 damage, maar ouwe. Ouwe, dit is geen sniper. Dit is gewoon een assault rifle. En het doet ook echt helemaal niks op muren. Oi. Ik kan trouwens super easy mijn ramp onderuit knallen, maar oké. Kom op. Nou ja, hij heeft ook gewoon geen zin in deze fight. Snap ik wel. Is heel logisch. Het is ook niet echt de meest logische fight. Oh. Nou ja, maat, neef, huts. Heeft hij geen bouwmets? Je kan wel iemand misschien easier pre-firen, maar... Voor de rest is het echt compleet bouwd. Ja, ik weet niet echt wat ik moet zeggen, jongens. Het is echt een geweldig wapen. Wow, epic. Very cool.
Het is een oké wapen. Maar zou ik hem meenemen boven de andere snipers? Denk het niet. Het mooie van de sniper is dus juist dat je hem gewoon kan plaatsen. En dan echt meteen lekker die kill kan pakken natuurlijk. En dat kun je niet echt doen met deze. Ik ga nog even een mini pop voor de zekerheid. De storm komt. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh. Oh mijn god. Hey, tot nu toe. 4 kills, bijna top 10. Qua kills kunnen het wat meer. Maar we waren gewoon even aan het kloten. We zijn even de nieuwe update aan het checken natuurlijk. Maar aan de andere kant. Ik ben nog niet dood gegaan door een mag, weet je. Laat even die chuck spaatjes zoeken, by the way. Wow, ik doe legit een andere skin. Oh, gek. Dat had ik net helemaal niet gezien. Oh, je kan niet hakken. Damn, dude. Dat is onwennig. Dat is heel onwennig. I feel like someone else. Nou voel ik me wel echt heel naakt zonder SMG, eerlijk. Oké, daar op noord zitten mensen. Oké, dan kan ik net niet bij al die chuck splashes. Die lagen allemaal net wat verder, zeg maar. Je kan ook gewoon niet bouwen. Je kan geen eens switchen naar je dingen, dus... Al ga je uit gewoonte, wil je meteen bouwen, dan schiet je gewoon. Ja, letterlijk alle shield die ik wil ligt hier niet. En dit is ook allemaal geloot. Ai, ai, ai. Bruh. Ik weet nog wel veel shields te liggen bij Loot Lake, maar... Ik moet eerst even veilig deze bubbel uitkomen. Want ik kan nu dus ook niet hier omhoog bouwen. Ik moet helemaal omlopen. Ik kan misschien wel net de third party inzetten. Ah, dat is net iemand geshotgun. Kom op! Ren! Ren jij skin die ik niet gekozen heb. Oké, kan ik hier dan... Hier kan ik ook niet bouwen. Hier kan ik... Oh, het kan wel. Het kan wel. Het kan wel. Het kan wel. Het kan. We gaan gewoon omhoog. Oké, dan zit er dus iemand boven me. Telefoon, please, be quiet. Ze ontploffen zo lekker. Stop. Oké. Okay. Third party is erbij. Ik wil wel gaan voor die high ground, maar... Telefoon, shut up. Gaat hij me nou naar onder eten? That's the question. Ik heb me jammer genoeg maar gehit voor 30. Dit is een beetje funest voor mijn minis. Wacht even op de volgende cirkel. Ik heb... Hij zit echt heel easy te doen met die... Dat klinkt niet goed. Hé, kut. Hoeveel bouwmens moet ik nog aan jou verruiken? Jezus, zij was echt irritant. En nou wordt mijn structure onderuit geknald, dan ga ik dood. Let maar op. Zo, zij was echt annoying. Ze maakt ook geen move. Ze hoopte dat ze een cheap shot kon krijgen. God damn it. Thanks for wasting my time, brother. Maar in the end winnen we wel. En daar gaat het om. Boosterbullet drop op deze. Nou, heel verschrikkelijk. Heeft zij nou hier iemand gekilled of niet? Ik ben compleet verward weer. Stop confusing me, please. Oké, oh, een scar. Dat is wel heel lekker. Dank voor de scar. Chuck splash, hè? Alright, let's go. Nog 7 over. 6 dus buiten mij. Ik hoop wel al een mag. Dus dat... Oh, die mag. Dat is verschrikkelijk, ouwe.
Ik ga me gewoon niet focussen op die andere guys. Ik ga me compleet focussen op die Mac. Dat lijkt me het meest heroïsch om te doen. Dat lijkt mij. De taak die ik alleen kan volbrengen. Dat lijkt mij. Heel cool. Heel cool. Stik in je huig. Yes! Met de nieuwe sniper. Deel dit. Graag gedaan, jongens. Ik heb jullie weer een dienst verleend. Nu hem nog. Waar zijn de andere snipers, dan? Laten we even deze reloaden. Yo, hij had geluk, eerlijk. Boonk. Nou, niet. Oké. Okay. Dit is heel naar. Oh, daar zit ook hier gewoon iemand in mijn rug. Het bouwen is wel echt vreemd, jongens. Boonk. Nee, niet. Boonk. Ah, oh, ik boonk echt dit het net mis. Brother, why you do this, man? Why you gotta be like that? Dat ging echt net op tijd. What a counter. What a play. Ik wil die crate. Oké, we hebben de crate. Een launchpad. Precies wat ik zoek. En een gouden scar. Oké, fair enough. Oh, jezus. Ik zag haar ineens. Verwachten en hup, hup. Hup, hup. 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 Hup, hup, hup. Ongemakkelijk, man. Oh, nou moeten we even gaan. Vier launchpads, kom maar. Zijn ze daar aan het vechten? Ik heb jammer genoeg niet de verrokkertje eruit kunnen halen. Deze struk... Nee, kak! Altijd, altijd, altijd. Ongemakkelijk. Deze structuur is natuurlijk voor een groot deel van mij. Natuurlijk, ik was gewoon al voorbereid, jongens. Ik was al voorbereid om vanaf hier te vechten. Oké. Okay. Lucky you. Headshot, geen shield. Oeh. Die is goed gehit. Ze moeten allebei naar mijn kant toe. Ik denk wel dat een van hun een launchpad heeft. Dat zullen we nu al gezien. Eentje is knocked. Yeah! Oké, meest epic bottle flip ooit. Kom op. Kom op. Kom op. Ah, nog één. Nog één. Kom op. Is dit hem? Ah, jammer. Maar wel een 10 kill solo win. En Tilted Town was er ook. Wat schattig. Dit was legit best een grappig potje. Super bedankt voor het kijken, jongens. Ik hoop dat jullie dit wel leuk vonden. Morgen is het weer Minecraft tijd. Oké, vanaf morgen is de Minecraft grind weer real. Oké, bye.